In deze reeks minuut maandagen gaan we het hebben over het Fit for 55 pakket. Wat is dat pakket? Welke energie- en klimaatvoorstellen zitten in dat pakket? En wat is de mogelijke impact van Fit for 55 op Vlaanderen? Fit for 55 is een pakket wetgevende voorstellen die van de Green Deal een realiteit moeten maken. Samen zullen die voorstellen ervoor zorgen dat de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% verminderd is ten opzichte van de waarde van 1990. Die doelstelling is vastgelegd in de Klimaatwet die werd goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. In totaal versterkt het pakket acht bestaande wetgevingen en introduceert het vijf nieuwe initiatieven. Die zijn verspreid over verschillende beleidsdomeinen en economische sectoren. Gaat van energie, klimaat en brandstof over gebouwen, vervoer, landgebruik en bosbouw. Door de koolstofemissies in ons energiesysteem te verminderen, kunnen we al een hele grote stap vooruit zetten richting die 55% minder netto-uitstoot van broeikasgassen. De Europese Commissie stelt een herziening voor van een reeks wetgevingen. Zo zal bijvoorbeeld de richtlijn hernieuwbare energie geactualiseerd worden en zal men streven naar 40% hernieuwbare energie in de energiemix ten opzichte van de huidige 32%. Bij de richtlijn energieefficiëntie gaat men de streefcijfers op Europees niveau verhogen en bindend maken. Dan is er ook nog de herziening van de energiebelastingsrichtlijn. De Europese Commissie wil de focus van die tarieven verschuiven van volume naar energieinhoud en milieuprestaties. Tot slot zal het ook moeilijker worden om belastingsvermindering of vrijstellingen te krijgen in bepaalde sectoren, zoals de luchtvaart en de scheepvaart. Het Fit for 55 pakket bevat ook heel wat klimaatvoorstellen. Zo zal het Emission Trading System, of kortweg ETS genoemd, helemaal hervormd worden. De Europese Commissie stelt voor om de emissies van de huidige ETS-sectoren tegen 2030 met 61% te verminderen ten opzichte van de waarde van 2005. Ook zal het emissiehandelssysteem worden uitgebreid naar nieuwe sectoren, zoals bijvoorbeeld de scheepvaart. Daarnaast komt er nog een herziening van de lastenverdeling. Dit is de verdeling van de inspanningen die elke lidstaat voor zijn rekening moet nemen. In België gaat het om een streefcijfer van 47% minder broeikasgassen in de niet-ETS sectoren ten opzichte van 2005. Tot slot komt er ook nog een herziening van een verordening die stelt dat de sector landgebruik en bosbouw klimaatneutraal moet zijn tegen 2035. Ook hier zal er gewerkt worden met streefcijfers per lidstaat. Op dit moment werkt Vlaanderen nog aan het officiële Vlaamse standpunt over de verschillende voorstellen uit het Fit for 55 pakket. Maar er is al wel duidelijk dat enkele dossiers een heel belangrijke impact kunnen hebben op Vlaanderen. Als eerste is er de herziening van de lastenverdeling. Nu wordt vooropgesteld dat België een inspanning zal moeten doen van 47% minder broeikasgassen uit niet-ETS sectoren. Maar die inspanning zal nog intra-belgisch verdeeld moeten worden. Naar hoeveel procent zal Vlaanderen moeten streven en welke inspanning zal Wallonië moeten doen? Dat is dus nog voer voor politieke discussie. Voor Vlaanderen is ook het Carbon Border Adjustment Mechanism een heel belangrijk dossier. Welke impact zal dit hebben op onze bedrijven, op onze havens en op onze douane? Tot slot zal ook het Emission Trading System worden uitgebreid naar gebouwen en de transportsector. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is het wel al duidelijk dat het een heel belangrijk dossier wordt voor Vlaanderen om goed in de gaten te houden. Wil je meer weten over het Fit for 55 pakket? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op.